Een paar jaar zelfs. Waarom wilde je zo graag binnenkijken? Nou, ik presenteer het programma Verslaafd. En daardoor mocht ik wel eens een beetje bij de ingang kijken bij de kliniek. En ja, wat daar gebeurt, is heel bijzonder. En ik had er een, wel een bepaald idee bij een kliniek. Dan denk je, er zitten allemaal verslaafde jongeren die misschien recht van onder een brug die kliniek inkomen. Maar eigenlijk toen ik daar binnen keek, toen zag ik heel veel hele gewone jongeren eigenlijk uit allerlei milieus, van allerlei leeftijden, die met soms hele heftige dingen worstelen en daarmee aan de slag gaan. En ik dacht, ja, dat is iets wat eigenlijk veel meer mensen zouden moeten zien. Dus toen begonnen de gesprekken. Ja, en toen kwam je weer terug bij jou. Want jij bent, behalve de oprichter van de kliniek, ook ervaringsdeskundige zelf. Ja, ja, ik vind het woord niet zo heel, nee, heel leuk. Nee, ik vind het meer, ik mag mijn ervaring inzetten om een steentje bij te dragen om deze jongen hopelijk weer terug te krijgen in de maatschappij. Ja. Mag ik je wel vragen wat je achtergrond was? Jazeker. Op mijn 12e heb ik zelf een aantal dingen meegemaakt waardoor het bij mij thuis niet veilig genoeg meer was. Dus ik wilde veel niet thuis zijn. Op straat vond ik veel jongeren die eigenlijk eenzelfde reden hadden om ook niet naar huis te gaan. En op straat vond ik ook manieren om te kunnen gaan met de pijn en het gevoelens waar ik op dat moment mee kampte. En dat was, voor mij was dat gokken en blowen. Als ik continu stoned achter een gokkast stond, dan was dat mijn manier eigenlijk om gewoon te kunnen leven. Ja. Dat werd uiteindelijk werd dat zo erg dat ik op mijn 18e zo verslaafd aan cocaïne. En ook al was dat ik 5 gram cocaïne en een fles wodka elke dag nodig had. 5 gram cocaïne, ja, en een fles wodka per, ja, dag? Ja, ja, om te kunnen, te proberen zeg maar nog te overleven. Nou, dat hou je niet lang vol. Dat hou je niet lang vol. Nee, en nee, toen is bij mij op mijn 18e is er iemand geweest, gelukkig, die me letterlijk van de straat heeft geplukt. Wie was gezegd, het? Dat was een hulpverlener. En die zag mij en die zei van, hey, jij moet echt hulp hebben, want je gaat gewoon dood. En ik was op dat moment ook al zover dat ik eigenlijk ook niet meer zo goed wist waarom ik nog zou moeten leven. Toen heeft mijn zoektocht om uiteindelijk naar een nieuw leven te gaan, wat ik nu al 17 jaar mag hebben, die heeft wel 9 jaar geduurd. En in die 9 jaar ben ik begonnen bij vrij lichte ambulante zorg, zoals dat heet. Dus een uurtje per week praten met een superlieve psycholoog. De eerste keer een psychiater die me een diagnose geeft. Maar dat hielp mij niet. Het was gewoon te weinig. Wat was de ommekeer? De ommekeer was uiteindelijk na 9 jaar, waarbij ik bijna 4 jaar binnen in klinieken heb gezeten. Waar mijn ervaring was dat ik heel veel onveiligheid heb gezien in die klinieken. Dat was ook de reden waarom ik niet durfde te veranderen. Ze gaven mij geen reden om te veranderen. Ik was ook binnen in die kliniek aan het overleven. En uiteindelijk, 17 jaar geleden, ben ik in het buitenland, in Schotland, heb ik een ongelooflijk mooie kliniek gevonden. En die mij echt weer na 9 jaar als mens behandelde. Naast me ging staan, niet boven me ging staan, naast me gaan staan. En die uiteindelijk ook echt allemaal mensen, van de mensen die levenservaring hebben gehad zoals ik, maar ook de psychologen en de psychiaters, echt hun eigen levenservaring inzetten om mij uiteindelijk eruit te halen. En dat is gelukt. Het klinkt bijna alsof de essentie was dat het de warmte en de liefde was die je daar ontmoet. Maar dat is het. Het is, ja? Elk persoon, of het nou de jongeren zijn die bij ons komen, maar ook de volwassenen die in de volwassenenzorg komen, wat ze nodig hebben in het begin is echt extreme warmte en liefde. Daarna ook zeker confrontatie, want het gedrag moet veranderen. Maar wat ze echt nodig hebben in het begin is warmte en liefde. We moeten van ze blijven houden, totdat ze van zichzelf gaan houden. Ik zie je naast